Welkom bij B2S Television. Deze week de Decibel Presale. Euphoria komt eraan. En een interview met E-Force. Het aftellen is begonnen. Aanstaande zaterdag start de presale voor Decibel Outdoor Festival 2013. Stipt 1 uur, dus zorg dat jij je tickets in veiligheid stelt. De enige echte, originele Decibel tickets zijn alleen zoals altijd online te koop via tickets.b2s.nl. Aanstaande zaterdag is het tijd voor een splinternieuwe Euphoria-editie in Utrecht. Met een heerlijke line-up waar de Nederlandse en Italiaanse helden de handen ineen zullen slaan, belooft het weer een spetterende editie te worden. De timetable staat nu online. Deze vind je uiteraard op de B2S-website. Tickets zijn nog verkrijgbaar via tickets.b2s.nl. May 11, 2013. Central Studios, Utrecht. B2S presents Euphoria. Ja, het gaat goed. Muzikaal gezien in de studio gaat het erg lekker. Ik ben ook erg blij dat het zo goed ontvangen wordt door iedereen. En ook de boekingen lopen steeds beter. Dus het is wel echt een jongensdroom die aan het uitkomen is. Ik ben er echt heel erg blij mee. Als ik aan Italië denk, dan denk ik toch gauw aan pasta, cappuccino, pizza, het lekkere weer. Als ik aan Nederland denk, dan denk ik gewoon aan klompen, keihard hakken op de klompen. Ja, Euphoria, dan denk je gelijk, tenminste ik denk gelijk aan samenhorigheid, één groot feest. Het is toch wel euforische muziek, de naam zegt het eigenlijk al een beetje. Maar ik ben toch heel tegenstrijdig, ik wil er toch een beetje tegenin gaan aanstaande zaterdag. En zoals ik eigenlijk altijd doe, een wat steviger set neerzetten. En gewoon wat beukplaten erin rammen. Ja, de line-up is gewoon super vet natuurlijk. Jongens zoals Psychopunks, Randy. Ja, ik denk dat de jongens sowieso wel een hele gevarieerde set kunnen neerzetten. We hebben een nieuw gezicht, Inner Heat. Ik ken hem persoonlijk niet zo goed, maar ook daar heb ik wel alle vertrouwen in. En dan hebben we Jack of Sound. Ik vind echt dat die jongen een hele frisse kijk heeft op de hardstyle. En hij doet altijd lekker zijn eigen ding. En ik denk dat het heel vet gaat worden. Ik sta samen met de Rebels uit Italië, dus dat wordt sowieso een gecombineerde set van ons samen. Ik wil gewoon als Nederlander de rauwe shit draaien. Volgens mij willen de Rebels dat ook, dus dat wordt gewoon een harde set. Aanstaande zaterdag 11 mei, Central Studios Utrecht. Wordt een dik feest, een dikke locatie. Goede verhalen over gehoord. Ik zie jullie daar.